Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Wijnhorst. Broeders en zusters, fijn dat we op deze wijze weer met elkaar verbonden zijn. Ik lees u vandaag voor uit Psalm 116, vers 12, 13 en 14. De psalmist zegt daar: wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden die hij mij bewees? Ik zal de beker van het heil heffen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn gelofte zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. De meesten van u zullen er wel eentje hebben, een medicijnkastje, in de slaapkamer, in de badkamer. Zo'n medicijnkastje staat meestal vol met flesjes, met potjes, met tubes. De meesten van u zullen er ook wel regelmatig naartoe lopen. Om een pleister te pakken voor een wond, een tablet tegen de hoofdpijn, een zalfje tegen rugklachten. Een medicijnkastje. Luther heeft eens gezegd: het boek van de psalmen is het medicijnkastje in de Bijbel. Het boek van de psalmen, daar vind je woorden van troost, van bemoediging voor alle omstandigheden in het leven. Luther zei: voel je je verdrietig? Lees een psalm. Zit je in de put? Grijp naar een psalm. Ben je bezorgd, eenzaam? Spel een psalm. Ga steeds naar dat medicijnkastje in de Bijbel en laten de woorden die je leest een pleister op de wond zijn. Een tablet tegen de zorg, een drankje tegen de pijn. Het boek van de psalmen, het medicijnkastje in de Bijbel. We doen dat medicijnkastje vandaag weer open. We pakken, als ik dat zo mag zeggen, weer het potje waarop staat Psalm 116. Een bekende psalm. Een veelgezongen psalm. Nu is er met zulke bekende woorden altijd het gevaar van slijtage. We nemen die woorden op de lippen, maar het gebeurt meer en meer gedachteloos. Je zegt ze, je zingt ze, maar wat heb ik nu eigenlijk gezongen? Wat is het nodig telkens weer om goed tot je te laten doordringen wat je nu eindelijk zingt? Ik heb lief, ik heb de Heere lief, zo begint deze psalm. De psalmist valt met de deur in huis, hij begint gelijk met een openlijke liefdesverklaring. Hij geeft ook de reden aan waarom hij God lief heeft. Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Hij heeft blijkbaar in doodsgevaar verkeerd, hij heeft de dood in de ogen gezien. Waarschijnlijk was hij ziek, ernstig ziek, er werd voor zijn leven gevreesd. Helse angsten sprongen hem op de nek, benauwdheid greep hem naar de keel. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft geroepen tot God, hij heeft het uitgeschreeuwd. Hij wist, er is iemand bij wie hij dag en nacht kon aankloppen. Ik heb u lief, want u neigt uw oor tot mij. Je oor neigen. Bij die woorden zie ik in gedachten een ernstig zieke vormen. Ze ligt op bed, haar stem is zwak, nauwelijks verstaanbaar. En bij dat bed staat iemand die haar lief is. Iemand die niet kan verstaan wat ze zegt. Daarom buigt die persoon zich voorover. Hij neigt zijn oor om zo elk woordje op te vangen, niets te missen. Kijk, zo is God ook. Hij wil geen van onze woorden missen. Hij stelt belang in onze gebeden, onze smeekbeden. Misschien dat iemand vraagt, hoe weet die psalmist dat zo zeker? Let erop hoe hij God noemt in vers 1. Hij zegt, Heere, en als dat in onze vertaling met hoofdletters wordt geschreven, dan staat er in het Hebreeuws, Yahweh, ik ben er. Betekent die naam, ik zal er zijn. Dat is niet zomaar een naam. Daarin klinkt door dat God een betrouwbare God is. Een God op wie je aan kan. Een God die gisteren, vandaag
en morgen dezelfde is. Hij is geen harteloze God. Geen God die onbewogen toekijkt hoe onze levensweg verloopt. Geen God die wel belangrijkere dingen te doen heeft dan zich om mij te bekommeren. Integendeel, hij neigt zijn oor tot mij. Daarom roep God aan. Breng je zorgen telkens bij hem. Leg je angsten neer in de vaderhanden van God. Want die God heeft niet alleen oren die hij neigt. Hij is ook die God met twee sterke handen. Handen die willen dragen, die willen helpen, die willen redden met recht. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Misschien zegt iemand, ja, dat klinkt mooi. En die psalmist is blijkbaar door God geholpen. Geen wonder dat hij God, bij wijze van spreken, wel om de hals kan vallen. Geen wonder dat hij het van de daken wil roepen. Ik heb lief, ik heb de Heere lief. Maar als je gebed nou niet wordt verhoord, want laten we eerlijk zijn, het vergaat ons lang niet altijd als deze psalmist. Soms roep je je de longen uit het lijf, maar een antwoord komt er niet. Laat staan hulp, laat helemaal staan genezing. Het is alsof je alleen gelaten wordt. Alsof je gewoon niet bestaat voor de Heer. Nou, dan praat je wel anders. Dan heb je geen behoefte om te zingen. Geen zin om uitbundig halleluja te roepen. Dan is er eerder de neiging om te vloeken. Weet je wanneer je deze psalm toch kunt zingen, zelfs in de meest moeilijke omstandigheden? Op het moment dat je beseft dat Jezus deze psalm ook heeft gezongen. De dag voor zijn sterven. Hij wist wat hem binnen 24 uur te wachten stond. De arrestatie, het verhoor, de geeseling, de veroordeling, de kruisiging. Jezus wist wat er ging komen. Toch heeft hij deze woorden gezongen. En dankzij Jezus alleen, mag je weten dat God je hoort. Dat hij bij je is, dat hij er zal zijn, dat hij je helpt. Ook nu, keer op keer. Vandaar dat we die vraag lazen in vers 12. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Hoe kan ik de Heere nu laten blijken dat ik dankbaar ben? Kan ik hem iets geven nu ik zoveel van hem ontvangen heb? Maar alles wat ik zou geven schiet toch hopeloos tekort. Ineens weet hij het. Dankbaarheid betekent niet dat wij iets terug doen. Het gaat in de verhouding met God niet om vrome en godsdienstige tegenprestaties. Ja, hij weet het. Hij zal de beker van het heil heffen en de naam van de Heere aanroepen. Moet u, net als ik, meteen denken aan het heilige avondmaal? Dat is niet zo vreemd. Ons avondmaal danken we aan het Joodse Pascha. En uitgerekend bij die paasmaaltijd wordt de beker van het heil, de redding, geheven. Wie het feest van de uittocht uit Egypte viert, is een blijmoedig mens. Je gedenkt elk jaar opnieuw dat de Heere zijn volk heeft uitgeleid uit een land van angst en verdrukking. Daar moet op gedronken worden. Het avondmaal in de christelijke kerk mag zich dan vooral richten op het Lam van God, Jezus. In wezen vieren we bij het avondmaal diezelfde goedheid van God. We heffen de beker die gevuld is met wijn, het symbool van Jezus' bloed. Nogmaals, die vraag, wat zal ik de Heer vergelden voor al zijn weldaden mij bewezen? Ja, hij weet het. Hij zal zijn gelofte aan de Heere nakomen. Wat zegt u? Dat is makkelijk gezegd, hè? Woorden. Hoe zit het met de daden? Kritische opmerkingen in de richting van de psalmist. Laten we liever de hand in eigen boezem steken. Denk eens aan uzelf. U verkeert nu misschien wel in nood, het stormt in uw leven en u zendt uw gebeden als vuurpijlen op. SOS, save our soul.
En als de Heer hoort, verhoort, helpt, wat dan? Is er dan ook dankbaarheid, een ander leven, een leven voor God? Er zijn mensen die beloven God koeien met gouden horens als ze in nood zijn. Als u mij helpt, dan zal ik u voortaan van harte dienen. Dan zal ik intensiever bidden, dan zal ik trouwer naar de kerk gaan, dan zal ik mijn leven wijden aan u. Maar wat komt er van terecht? Ik denk aan die Romeinse koopman. Hij werd op zee overvallen door noodweer. Hij beloofde aan Jupiter, zijn god, dat hij 100 ossen zou offeren als hij veilig mocht thuiskomen. De storm bedaarde. Hij dacht, 100 ossen, dat is toch wel heel veel. Weet je wat? 10 ossen, dat is toch ook een indrukwekkend aantal? Ja, hij zou er 10 offeren. Toen hij veilig en wel in de haven kwam, dacht hij, Jupiter zal ook wel tevreden zijn met 1 os. Toen hij een paar uur later thuis kwam, dacht hij, Jupiter zal misschien wel net zo blij zijn met een klein lammetje. Ja, dat zou hij offeren. Maar hij moest eerst nog een paar dingen regelen. En toen hij na enkele dagen naar de tempel ging, had hij een zak noten in zijn hand. Dat was toch eigenlijk wel genoeg. Waren het geen heerlijke noten waar Jupiter heel blij mee zou zijn? Ja, inderdaad, heerlijke noten. Hij kon de verleiding niet weerstaan om ze op te eten. En toen hij eindelijk aankwam bij het altaar, legde hij daarop wat hij nog had. De lege doppen. Een verhaal uit het leven gegrepen. We vergeten de dankbaarheid. We vergeten onze gelofte. We geven aan God wat er nog over is. De lege doppen. Weet u wat ik hoop? Als straks deze coronacrisis voorbij is, dat u dan zegt, ik heb de Heere lief, want hij hoorde mijn stem, hij neigde zijn oor, hij hielp, en daarom, ik wil u, o God, mijn dank betalen, want u wilde mij met gunst omringen. Meer dan een vader zorgde gij, gij milde bron van zegeningen, zulk een ontfermer waart gij mij. Amen. Zullen we samen nog bidden? Vader, dank u wel dat u zo'n bewogen God en Vader bent, dat u naar ons omziet. Dat hebt u duidelijk gemaakt in de Heere Jezus. Dank u wel, Heere Jezus, dat u onze nood op u hebt genomen, dat u voor ons wilde sterven aan het kruis. We bidden, laat dat steeds ons hart vervullen, ook in deze omstandigheden. Vader, u ziet ons, u kent ons, u weet wat er aan de hand is. Wij bidden om hulp, wij vragen om kracht, om wijsheid voor hen die over ons regeren, die beslissingen hebben te nemen. Wij bidden voor de nabestaanden van hen die door het coronavirus zijn overleden. Schenk hen troost en kracht. Wij bidden voor hen die ziek zijn. O God, ontferm u over hen. Wij bidden, bescherm ons, wees een schild. Wij vragen u, leid u alle dingen ten goede. En geef dat wij verwonderd mogen staan over de grote kracht van u, de zorg van u en, Vader, als wij nu in onze nood bidden, help ons dan ook om straks onze geloften te betalen. Een leven ter ere van u, tot glorie van uw naam, u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij prijzen u, nu tot in eeuwigheid. Amen.